Nou, dat klopt inderdaad. We gaan dit jaar 30 april gaan we een activiteit organiseren. Het is natuurlijk een hele lange weg geweest om zeg maar de Dia de Rincón, om dat een officiële feestdag te laten benoemen, zeg maar. Dat is in 2019 gelukt. 2020 zou het eerste jaar zijn waarop dan Dia de Rincón als officiële feestdag gevierd zou worden. Maar helaas, door de pandemie, COVID-19, kon dat in 2020 niet doorgaan. 2021 ook niet doorgaan. We kunnen niet zeggen dat we 2022 voluit losgaan. Dat kan natuurlijk niet, want COVID is wel niet verdwenen. We moeten toch het rustig aandoen in dat opzicht vergeleken met de jaren en de vieringen die we gewend zijn. Desalniettemin is het wel belangrijk dat we weer een activiteit hebben op deze dag. Maar we hadden natuurlijk wel het punt, het was heel kort dag. Normaliter om Dia de Rincón, alle festiviteiten eromheen te vieren zoals we gewend zijn. De organisatie die het altijd doet, Fudeco, die neemt er bijna een jaar over om dat allemaal te organiseren. Dit jaar is er dus een groot tijdsgebrek. En daardoor heeft de organisatie dus onder andere daardoor ook geen aanvraag ingediend om te organiseren dit jaar. Maar nogmaals, omdat het ook eigenlijk voor het eerst wordt weer dat het openbaar lichaam dan ook in zijn rol als het is een officiële feestdag het gaat organiseren, vonden we het wel belangrijk dat er iets gebeurt. Dus de organisatie die 2 jaar geleden en vorig jaar dus het virtueel heeft gedaan, die heeft dus een plan ook ingediend, een verzoek ingediend om dit jaar dan tenminste een activiteit te organiseren op 30 april. Daar zijn we positief over. Dus samen met SCAL wordt er dus op 30 april op Dia de Rincón dus een activiteit georganiseerd en dat heet Mi Cultura Ticos. Virtueel, zo over virtueel aangepast praten. Mag wel de publiek naar Rincón komen of wordt het weer afgesloten? Nou, dit jaar is het dus de bedoeling dat het publiek gewoon kan komen. Maar ik wil wel zeggen, iedereen moet wel bewust zijn dat COVID niet verdwenen is. Dus wel je verstand gebruiken. Als je iemand bent met die onderliggende aandoeningen heeft en dat soort zaken, ja, dan weet je, je moet bepaalde maatregelen nemen, voorzichtig zijn. Maar we willen wel weer het leven weer kunnen oppakken zoals voorheen. En dit is onze eerste culturele activiteit waarbij publiek weer welkom is die we kunnen gaan organiseren. Rincón, die dag van Rincón is bekend voor zijn lekker eten, hele mooie tentjes met eten en van alles en nog wat. Is dit het geval? Het is wel de bedoeling, heb ik begrepen, van de organisatie dat er ook dit jaar weer standjes zijn en inderdaad weer lekker eten.